Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van Gemert Bakel in Beweging. Vandaag weer vanuit het mooie dorpshuis De Bron in Handel. Het thema van vandaag is kracht, dus je mag er eventueel vast flesjes bij pakken als je die nog niet had, die je kan vullen met water om het iets moeilijker te maken. Het kan uiteraard ook zonder flesjes als je het wat makkelijker wilt doen. En net als altijd zal ik de oefeningen staan doen. Doe mijn collega Bart de oefeningen, zit het mee, dus kies even welk niveau er bij jezelf past. We gaan zo meteen lekker beginnen en zoals vaak starten we even met de stappen op de plek. Dus doe lekker mee. Neem ook je armen mee, zodat je hele lichaam een beetje warm kan worden. Oké, we gaan het iets actiever maken voor onze armen. We blijven stappen, maar we gaan met onze armen vooruit. Dus tegelijkertijd. Kan ook op een rustiger tempo. Bepaal wat voor jezelf haalbaar is. Probeer te blijven stappen terwijl we de oefening met de armen doen. Oké, we gaan zo meteen omhoog, maar dat doen we wel iets rustiger. Dus dan krijg je omhoog en terug. Ongeveer 10 keer. Probeer te blijven stappen. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Oké, en blijf even stilstaan. We gaan naar een lichte knieën. Dus het lijkt een beetje op stappen, alleen je knie gaat wat verder omhoog. Tempo is dus ook iets zachter of iets langzamer als bij stappen. Maar je knie gaat iets nadrukkelijker omhoog. Goed. Oké. We gaan het tempo nog iets rustiger doen, alleen ons knie gaat nu echt zo hoog we kunnen. Dus je blijft rechtop, je gaat je knie omhoog doen en terug. Dus omhoog zo ver mogelijk en terug. Eventueel gebruik je de leuning om te steunen. Probeer je bovenlichaam rechtop te houden en je knie trek je zo hoog mogelijk op. Oké, hou vast dit. Nog een paar. Allebei de benen nog 2. En de laatste. Oké, heel goed. Onze benen die gaan uit elkaar. En we gaan een klein beetje bouncen. Dus een klein beetje stuiteren. Dus je krijgt omlaag en weer omhoog. Zet je handen eventueel in je zij. Hoeft niet diep. Klein beetje stuiteren, het is nog steeds een warming-up. Op de stoel is het iets anders, iets moeilijker. Oké, we blijven hetzelfde doen, alleen nu gaan onze armen naar voren en naar achter. Heel goed. Oké, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van de warming-up en gaan we zo meteen verder met de kern. Goed, we zijn aangekomen bij de kern. We gaan, zoals ik al had gezegd, met kracht aan de slag. Hebben we in de warming-up al een beetje gedaan. Je mag de flesjes dadelijk pakken, ook nu al, maar dat hoeft bij de eerste paar oefeningen nog niet. We beginnen namelijk even bij de benen. En we gaan om te starten squats maken. Dus je gaat met je billen naar achter en komt weer omhoog. Op de stoel is het weer iets anders. Hoe dieper je gaat,
hoe zwaarder het wordt. Maar let er natuurlijk op dat je in balans kan blijven en dat je niet valt. Omlaag en omhoog. Oké. Okay. 2. En de laatste. Oké. Okay. Goed. We doen een klein beetje hetzelfde, alleen we zetten onze benen duidelijk uit elkaar. En nu gaan we naar één kant hangen. Dus je gaat naar één kant en komt weer terug. Probeer erop te letten dat je met je billen naar achter gaat. En met je knie boven je enkels blijft. Dus niet te ver met je knieën naar voren komen. Dus je billen gaan steeds naar achter. En je komt weer omhoog. Ook hier geldt uiteraard weer hoe dieper, hoe zwaarder. Drie. Nog twee. En de laatste. Oké, schud even los. Waarschijnlijk begin je je benen al te voelen. We hebben nog één oefening, een zware oefening voor de benen. Je stapt zo meteen flink naar voren en vervolgens gaan we drie keer naar onder. Dus 1, 2, 3 en komen we weer terug. Ook hier geldt weer, probeer je voorste knie boven je enkel te houden. Dus niet te ver naar voren te laten komen. 3, dus je achterste knie gaat naar de grond en je lichaam blijft rechtop. Ook meteen een goede oefening voor je balans. Zal je al wel merken, flinke stap. 1. 2, 3 en terug. 1, 2, 3 en de laatste. 1, 2, 3. Oké. We pakken de flesjes erbij. Zoals ik al had gezegd, zonder flesjes kan het ook. Met flesjes wordt het iets zwaarder en we beginnen met de biceps, oftewel de spierballen. Ellebogen zet je in je zij en die blijven daar. En met de onderarmen gaan we omhoog en weer terug. Je mag iets sneller omhoog en zakken doen we rustig. Dus omhoog en rustig terug. Omhoog, rustig terug. Heel goed. Oké, dit doen we even om en om en dan gaan we het tempo even iets hoger doen. Zorg dat je ellebogen in je zij blijven. Netjes, hou vast. Nog 3, 2, 1. Oké. We houden de flesjes ongeveer op schouderhoogte. De schouders zijn ontspannen, dus ga die niet te veel omhoog trekken. En vanuit hier gaan we omhoog en weer terug. Dus tot schouderhoogte en helemaal boven je hoofd uitstrekken. Netjes, probeer het tempo vast te houden. Rustiger mag uiteraard ook. Het is beter dat je ze goed en rustig uitvoert. Als snel en ongecontroleerd. De nadruk ligt vandaag op kracht. De snelheid is niet belangrijk. We hoeven niet per se buiten adem te raken. 3, 2, 1. Oké, heel goed. Schud even los. Het wordt te zwaar voor de schouders anders. We gaan wel weer in dezelfde positie, alleen nu gaan we naar voren en terug. Dus de ellebogen gaan naar elkaar toe. Dus sluiten en open. Heel goed. Nog 4. 3, 2, 1 en de laatste. Oké, schud weer los. We pakken de benen en de armen erbij nu. Flesjes mag je blijven gebruiken, hoeft niet per se. We gaan met de ellebogen naar de knieën. Nadruk ligt op kracht, dus probeer het mooi groot te doen. Snelheid is weer niet belangrijk.
Je gaat richting je knieën met je ellebogen. Ze hoeven hem niet per se aan te raken. Allebei de kanten nog 3 keer. Nog 2. En de laatste. Oké. Laat je armen voor de laatste oefening van de kern even rustig naast je hangen. En dan gaan we even zo ver mogelijk onze hakken van de grond af. Dus je gaat even op je tenen staan en komt weer rustig terug. Hoe hoger je hakken optrekt, hoe zwaarder het wordt. En als het goed is, voel je dat in je kuiten. Dus tenen blijven op de grond en je hakken komen van de grond af. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en de laatste is 0. Oké, heel goed. We zijn aan het einde gekomen van de kern van kracht en we gaan zo meteen nog even een rustige cooling down doen. Goed, de cooling down. Kracht hebben we gehad, dus de laatste oefeningen zullen niet vooral op kracht zijn, maar we zorgen dat we nog even rustig afsluiten. En daarbij beginnen we met links en rechts uitstrekken. Je tenen blijven naar voren wijzen, maar je bovenlichaam gaat naar links en naar rechts. En probeer je zo ver mogelijk je hand uit te reiken. Goed. En we blijven bij de armen. We gaan even voor omhoog en weer terug. Voorwaarts met gestrekte armen. Omhoog en weer terug. Laatste. Heel goed. We gaan even naar onze benen en dan gaan we onze benen uitdraaien. Dus onze liezen uitdraaien. Dus je been komt een beetje omhoog, gaat naar de zijkant en weer terug. We blijven bij hetzelfde been. Omhoog, zijkant en terug. Hoe hoger je been gaat, hoe moeilijker het wordt. Komt ook wat balans bij kijken. Is het moeilijk, mag je hem ook iets sneller uitvoeren, dan zal het qua balans iets makkelijker zijn. Voorkant omhoog en via de zijkant weer terug. Nog 3. En de laatste. Oké. Schud even los en uiteraard gaan we ook weer door naar rechts. Dus omhoog, zijkant en terug. Nog 3. We hebben er 10 gehad. Nog 2. En de laatste. Oké, heel goed. We gaan nog een stukje omlaag naar de enkels. Punt van je voet mag in de grond. En dan gaan we rustig rondjes draaien. Oké, andere voet. Oké, en rust.
We gaan door naar de laatste oefening. Daarvoor gaan we zo meteen even met onze handen via het midden helemaal uitstrekken. En vervolgens gaan we even voorover hangen en laten we even alles los, dus even alles rustig hangen. Dat ziet er als volgt uit. Dus we gaan omhoog. Je strekt jezelf helemaal uit, blijft een paar seconden en rustig gaan die armen naar beneden en laat maar een beetje bungelen. Oké, gaan we weer omhoog. Uitstrekken, vasthouden en rust. Oké, omhoog. En laat maar hangen. Nog drie keer. En de laatste, omhoog, uitstrekken en even laten hangen. Oké, schudden we alles nog even los. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering. Super dat u er weer bij was. We zien u graag de volgende keer weer terug. Tot ziens. Doei!